Drie wipkippen en een glijbaantje. De enige openbare speelplek voor kinderen uit Middelbert. Toch speelt er zelden iemand, want zonder toezicht is het veel te onveilig en bovendien zijn de toestellen afgekeurd. Rita Buurlage stoort zich mateloos aan de situatie en maakte samen met buurtbewoners plannen voor een nieuwe aantrekkelijke speelplek. Als eerste komt er een hekwerk om het gras heen, zodat de kinderen niet zo van de locatie waar ze spelen op de weg kunnen. Want het is wel een doorgaande weg met veel busverkeer. Daarom laten ouders hun kinderen nu nog gewoon thuis spelen. Lekker veilig achter het hek. Iedereen heeft een eigen trampoline en een zandbak en een schommel. In de nieuwe speeltuin komen onder andere schommels, knikkerpotjes, hinkelblokken, banken en een galjoenschip te staan. Ik heb dus één kleindochtertje en twee wat grotere kinderen. En dan merk je al heel gauw wat is het tekort in het dorp als ze altijd thuis bij je moeten zijn en niet ergens leuk kunnen spelen met andere kinderen. En zo zijn we samen met buurtbewoners tot dit idee gekomen. Dat idee kost 90.000 euro en om dit te verzamelen krijgen dorpsbewoners hulp van het Centrum Maatschappelijke Ondersteuning. Inmiddels is er al 51.000 euro toegezegd door verschillende instellingen die een nieuwe speeltuin in Middelbert ook belangrijk vinden. Hij is belangrijk omdat kinderen ook samen moeten spelen. Zoals het nu gaat zijn de kinderen bijna altijd apart. Je kan niet altijd verlangen dat je de kinderen bij een ander kan brengen. Mensen werken, hebben het ook druk. Dus als je dan hier een locatie hebt dat de kinderen samen kunnen zijn en met ouders, dan is dat toch perfect. Als alles goed gaat, kunnen de kinderen uit Middelbert over een half jaar eindelijk veilig spelen.